Hallo, wat leuk dat jullie weer komen kijken op een filmpje van Renske Creatief. Gisteren liet ik jullie een filmpje zien over het breien op een breidoem met één hand. Nou, ik ben inmiddels al een heel eind gekomen. Door een blessure kan ik op het moment maar één hand gebruiken. En ik wil jullie graag laten zien hoe ik de opzet doe, want daar heb ik een hele serie vragen over gekregen. Nou, ik heb eventjes een kleinere ring gepakt. Mijn draden. Nou, het eerste stukje is altijd echt even klungelen. Want ik wil nu een lus maken. Een slipstitch. Een beweegbare lus eigenlijk. Nou, ik hoop dat het een beetje te zien is. Ik zal hem nog een keer herhalen. Even kijken of ik hem er weer uit kan krijgen met één hand. Zo, ik maak dus een lus en ik pak de draad door de lus heen eigenlijk omhoog. Nou, en door een beetje te wiebelen zie je dat het een echte lus wordt. Nou, nu moet ik aan de goede draad trekken en hij sluit. Nou zit mijn draad vast, dus dat is erg prettig. Ik ga starten met het opzetten van de steken. Ik hoop dat het goed te zien is. Wat ik doe is hem er twee keer omheen draaien. En dan pak ik de onderste eroverheen. Nou, ik ben nu vergeten mijn rietje eromheen te doen. Dat had ik jullie gisteren laten zien. Dat ik met een rietje werk, omdat het dan gewoon net wat sneller gaat of wat makkelijker gaat. Zo, dat is de tweede. Ik ga weer achterlangs. Draai hem eromheen. En nog een keer, zodat ik twee lusjes krijg. Nou, dat doe ik weer. En zo gaat het eigenlijk best heel, ja, best goed met één hand. Het gaat natuurlijk niet zo snel als met twee handen. Maar ik ben veel te blij dat ik toch weer kan handwerken. Want ik mis het enorm. En ja, waarschijnlijk kan ik dat een poosje niet. Dus ik ben heel erg blij dat ik nu de loom heb ontdekt. En dat ik toch wat kan doen. Ik start dus iedere keer met de draad achterlangs. Draai hem twee keer. En pak de onderste over de bovenste. Even kijken. 2, 4, 6, 7. Nou, ik doe er nog 3. Achterlangs, eromheen. Nog een keer eromheen. En ik pak het onderste lusje. Ik trek hem wel tussendoor iedere keer een beetje aan. Achterlangs, eromheen, eromheen. Achterlangs, eromheen, eromheen. Zo, als het goed is heb ik er nu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja! Nou, nu ga ik terug. En terug start ik met wikkelen en ik sla de eerste over, zodat ik er een mooiere rand krijg. Ik ga achterlangs, wikkel hem er één keer omheen en ik ga nu gewoon de hele toer doen. Tenminste, ik neem aan dat dat op de loom ook een toer heet. Ik klem de breiring tussen mijn benen en daardoor blijft hij staan. En ik start altijd met de laatste te breien, zodat het... Ja, zodat de draad zeg maar verankerd wordt. Ik begon ook wel eens aan het begin, maar dan merkte ik dat de lusjes er weer afschoten. En als ik aan het eind start, dan blijft ze veel beter zitten. Nou, ben ik bij het eind, schuif ik ze allemaal weer naar beneden. En dan ga ik weer terug. De eerste doe ik weer niet. Ik ga achterlangs er tussendoor en eromheen met mijn draad. Ik wikkel hem weer. Jullie horen nu op de achtergrond mijn pup die een oude sok aan het slopen is. Dus dat zijn de draadjes die je hoort knappen.
Nou, ik haal weer eerst de allereerste. Kijk, dat gaat net goed. Nu zit mijn draad weer vast. En nu kan ik weer terug. Nou, dit blijf je dus herhalen. Zelf werk ik met twee draden, omdat het anders te los wordt. Je kan het zelfs met drie doen. Of met een lekkere dikke draad. Dit blijf ik herhalen. Ja, tot mijn project klaar is. Dit is de voorkant. Ik heb hierbij één verlopende draad gepakt en één effen draad. En dit is de achterkant. Nou, ik vind het zelf een hartstikke leuk project worden. Ik ben enorm blij dat ik toch met één hand lekker kan handwerken. En zal dat de aankomende dagen met het lekkere zonnige weer en de vrije Pinksterdagen lekker gaan doen. Ik hoop dat jullie hier wat aan hadden. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.